Van harte welkom hier weer vanuit Willem II. We hebben nu de documentaire Vaart, een ode aan stadsnatuur voor jullie. Hier in de studio zitten Ton Joren en de documentairemaker Suzanne van Leendert. Allebei heel erg van harte welkom. Dankjewel. Dankjewel. We willen heel graag snel naar de documentaire. We hebben een uur voor dit onderdeel en de documentaire duurt ongeveer 25 minuten. Dus wat ik heel graag wil doen is eerst eventjes zo meteen aan jou vragen, Suzanne, hoe je de documentaire in je hoofd had, hoe die bedacht is en waar we op moeten letten. En dan na de documentaire ga ik nog heel graag met jullie in gesprek om te kijken waarom is stadsnatuur zo belangrijk. Wat is jullie band daarmee? Maar eerst even naar jou, Suzanne. Ik ben eventjes benieuwd. Je hebt een documentaire gemaakt. Ik denk dat het belangrijk is om te vertellen. Je komt uit Utrecht. Ik woon in Utrecht, ja, dat klopt. Ja. Je hebt een Limburgs accent, wat verraadt dat je inderdaad niet uit Utrecht komt. Dat klopt ook, ja. We gaan zo meteen naar de documentaire kijken. Met welk idee heb je de documentaire gemaakt? Nou, ik wilde al heel lang een documentaire maken over mijn eigen omgeving. Om te laten zien hoe mooi mijn omgeving is, mijn directe omgeving. De natuur, stadsnatuur. En ik heb achter ons huis, daar loopt een vaart. En daar wilde ik iets mee doen. En het is geen natuurgebied, maar ik wilde wel laten zien van hoe mooi de natuur ook daar is. Dus ik heb een observerende documentaire gemaakt. Ik laat een heel jaar lang alle seizoenen voorbij komen. En wat daar allemaal gebeurt. Dat was de bedoeling. En het was ook om te laten zien dat je, om natuur te ervaren, dat je de stad niet uit hoeft. Eigenlijk zodra je een voet buiten de deur zet, dan zit je al in de natuur. Daar start de natuur daar eigenlijk. Daar start de natuur eigenlijk al. Ja, ja. Ja. Nou is het een andere documentaire dan de meeste mensen misschien wel gewend zijn. Mm-hmm. Kun je daar kort alvast een klein tipje van de sluier op lichten? Nou, het is een documentaire zonder interviews. En veel documentaires zie je natuurlijk interviews. Ja, het is een poëtische, associatieve film. Die je eigenlijk moet ervaren. Dat is alles wat ik er over kan zeggen. Laat het over je heen komen. Nou, dan zou ik zeggen, laten we dat gewoon vooral gaan doen. En laten we de documentaire starten. Zacht sluipt ze weg bij de vecht. Zo terloops, zo vanzelfsprekend, dat je haar bijna over het hoofd zou zien. Het kloppen laat ze over aan de harten die ze aantrekt met haar groene oever. Mengt de kleuren van alles wat zich aan haar spiegel waagt. Zo wordt elke passant in een schilderij getrokken. Een schilderij dat altijd in beweging is. Ja, wat een supermooie documentaire, Suzanne. Dankjewel. Echt onder de indruk. Ja, precies. Wat vond jij ervan, Tom? Ja, er zitten heel veel onderdelen in die je inderdaad veel in de stad tegenkomt. Dus ik vind het prachtig, al die vogels, die duiven, hoe ze in de regen communiceren met elkaar. Die lepelaar, of die blauwe reiger op het eind, die meerkoetjes, de poezen. Dat is echt de stad, hè? Ja. En dat kanootje, wat zo heel langzaam
Ja, dus echt typisch Utrecht natuurlijk. Zoveel. Dat gaat hier anders met de binnendiezen. Ja. Maar, ja. Ja. Ja, want die duif, dat is een terugkerend element. Mij niet opgevallen, hè, maar okay. Nou, jou ja. Wel toch? Tom? Ja, mij viel die op, die duif, ja. Want hoe zit het met die duif, Susanne? Nou, ik zie natuurlijk heel veel duiven bij mij in de buurt. En dat wilde ik ook in een film terug laten komen. Dus het is grappig, want we hadden het er in de... toen de film bezig was, hadden we het er al even over. Dat Ton heeft dus gezien dat de duif ook heel veel terugkwam. En hij is de eerste die dat opvalt. Ik wilde de duif ook in elk seizoen terug laten komen. Juist omdat ik duiven zo vaak zie bij mij in de buurt. En dus dat is een beetje de terugkerende duif. Ja. Ja. En dat heeft een reden. Want vogels worden in de stad veel te veel gevoerd. Hè? Dus duiven worden veel gevoerd. En wat je ziet aan meeuwen... ganzen, ja, dat is eigenlijk slecht voor de vogels. Maar goed, het gebeurt. Dus dat kunnen we beter laten? Is dan dat even kunnen we meteen eigenlijk beter laten, ja. Want dus, de dieren leven veel korter daardoor. Hun magen worden echt flink op de proef gesteld daardoor. Hun andere voedingsstoffen komen moeizaam binnen. Het is allemaal brood, brood, brood. Ja. Oké, dat wist ik niet. Dus, ja. Goeie tip voor de mensen thuis en mijzelf. Ik vond het zo mooi, je hoeft je huis maar te verlaten en je wordt in de natuur opgenomen. Het is een heel poëtisch ook, maar dat is volgens mij, Susanne, ook wat jij probeert over te brengen met deze documentaire. Klopt dat? Ja, dat is eigenlijk de kern van de film. Dat natuur vind je overal. Je zet een stap buiten de deur en je bent eigenlijk al in de natuur. Je hoeft niet naar een natuurgebied, je hoeft niet naar de bossen. Ja, dat is natuurlijk heel fijn, dat doe ik zelf ook. Maar het hoeft niet. Je bent al in de natuur. En ik denk dat het dat heel veel mensen de natuur zijn gaan zien als iets wat los van ons staat. Wat je alleen maar kan ervaren als je juist naar de bossen gaat of naar het strand of naar een natuurgebied, terwijl dat helemaal niet zo is. En ik denk als we juist ook beseffen dat die natuur er gewoon altijd is, dan krijg je ook meer verbinding met de natuur. En nou ja, dat klinkt misschien een beetje zweverig, maar ik denk dan uiteindelijk ook meer verbinding met elkaar. Dus die natuur is gewoon heel belangrijk. Het ervaren van de natuur en de verbinding voelen. En dat vond ik ook dat je dat heel duidelijk terugkwam in de documentaire. Dat op een gegeven moment zag je die man bramen plukken. En een gezin die ook bramen aan het plukken was. Dat was heel leuk wat daar ontstond. Ja, dat was ook heel fijn dat als je dan aan het filmen bent. Want ik was in eerste instantie... Frans, dat is dan een buurman bij mij die in de straat woont. Die was bramen aan het plukken, dus ik ging hem filmen. En op een gegeven moment zag ik dus ook dat gezin, of die vader met zijn kinderen, die dan ook bramen aan het plukken was. En dat kwam ook puur toevallig eigenlijk gewoon heel mooi bij elkaar. En nou ja, als je dat kan filmen, dan ben je gewoon heel blij dat op dat moment zo mooi bij elkaar komt. En ook... Nou ja, als ik dan thuis kom en ik ben het materiaal aan het bekijken en dan denk ik, ja, het ziet er echt leuk uit. Mm-hmm. Ja, dat is heel fijn. Ja. Ja. Echt een ode aan de stadsnatuur. Dat was de bedoeling. Ja, ja. En wij hadden elkaar aan de telefoon en ik vroeg aan jou van, goh, hoe zit dat eigenlijk in Den Bosch? En jij bracht mij ter plekke een ode aan de stadsnatuur. Telefonisch. Hoe dan? Goed, je bent natuurlijk natuurgids bij IVN. En je kent denk ik de bossen natuur en de natuurgebieden hier omheen als geen ander. Ja, en ik heb ook aan jou gevraagd van, zijn er nog plekjes die misschien andere mensen nog niet kennen? Vast en zeker. Nou ja, noemde er eentje ook... Nou ja, dus we hebben, dat was bij Hans ook in beeld, we hebben gezien worden het Bossenbroek. Even Hans, hè, want ik weet niet of iedereen weet dat waar je naar ook refereert. In de livestream, die humor brengt in... Ja, en dan gaat het over de film... Hans Vervoort. Ja, Hans Vervoort. Ja. Over Geef Den Bosch een kans met Hans. Zo heet de film. Ja, ja, ja. Eventueel nog terug te zien voor de mensen die je niet hebben gezien. Maar dus, Den Bosch heeft direct
in de stad of aanpalend. Dus natuurgebieden zoals het Bosbroek, zoals de Moerputten. Er zijn 30 van die parels, circa, van natuurgebieden waar heel veel mensen ook naartoe gaan. Maar ja, er zijn ook gebieden waar mensen weinig naartoe gaan. Haanwijk en omgeving is een schitterende plek waar heel veel natuur te beleven is, maar ook historie. 30 natuurgebieden zijn hier een beetje in omgevingen. Ja. Echt veel. Dat is heel veel, ja. Inderdaad. En ja, 400 ambassadeurs, dus 400 leden, zo'n beetje, mensen die actief zijn bij de IVN, waarvan er 50 zeer actief, ja, die kun je dan de ambassadeurs noemen. Die helpen andere mensen om die natuur extra te beleven. En ja, dus wij zijn ook bezig in 15 themagroepen. Dat kan van paddenstoelen tot natuurbeleving stimuleren voor kinderen, maar ook voor ouderen en ook voor gehandicapten. Mm. En het is een platte organisatie. Er is niemand een betaalde kracht. Het is gewoon de kracht van onbetaalbare medewerkers die... Precies. Proberen om zoveel mogelijk mensen in de stad te interesseren voor natuur. En ook omdat, dat zit in jouw documentaire ook, het milieu van de natuur. Ja, vandaag gaat het ook over duurzaamheid. Terecht, want ja, hoe houden we die kringloop in stand? Dat wordt toch aan alle kanten wel bedreigd. Want bij jou zit het enthousiasme van mensen om rotzooi op te halen en plastic te verzamelen. Ja. Nou ja, dat gebeurt hier in natuurgebieden ook veelvuldig. Ja, want dat vond ik best wel pijnlijk om te zien. Hè? Dan heb je zo prachtig in beeld gebracht hoe precies, die natuur eruit ziet. Ja. En dan al die spullen die uit die vaart werden getrokken tot... wat was het? Een beddenbodem. Ik kon het natuurlijk ook niet weglaten. Terecht. Het zit gewoon in de natuur. En het stoort mij heel erg. We doen het 2 keer per jaar met de buurt. Dan gaan we daar opruimen. En dat is altijd heel gezellig. Maar je zou willen dat het niet nodig, niet nodig was. Ja. En nou ja, als je dan een film maakt over de vaag daar, dan hoort dat er wel bij. Ja. Ja. Nou, dus hier in de stad zijn mensen die in de Moerputten spontane wijze of soms georganiseerd die rotzooi ophalen. Of dat nou het Bossenbroek is of de gebieden die ik dan noemde. Er zijn mensen die daar zich dienstbaar in maken. Gelukkig. Ja, precies. Heel fijn. Ja. Ja. Maar het is een enorme plaag hoor, als je... De Moerputten ligt dicht tegen de stad aan, Bosbroek ook. Als je soms ziet wat er weggedonderd wordt, je houdt niet voor mogelijk wat voor schade dat kan berokkenen aan eenden of wat er allemaal aan vossen, wat er in de natuur voorkomt. Dat zie je natuurlijk ook steeds vaker, die beelden die worden getoond met de magen van vogels vol met plastic, et cetera. Ja. En dat komt er natuurlijk door ons. Ja. Ja. En we kunnen er niet vroeg genoeg bij zijn om kinderen ook mee de natuur in te nemen. Ja. Ik noem dat maar even, omdat we daar blij mee zijn dat we dat hebben kunnen doen. De wethouder wilde graag dit jaar de zomerschool laat functioneren vanwege de tijd die er was dat kinderen niet op school waren. En we hebben vlakbij de scholen natuurgebieden gevonden waar we kinderen mee naartoe namen om ze met een schepnetje insecten uit het water te laten vissen. Nou, of rond te leiden in wat mensen met... Die hebben een soort van... De Graafse Akker is hier een plek waar we de kinderen ook mee naartoe hebben genomen, waar mensen met hun enthousiasme een akker bewerken. Eigenlijk gekraakt gebied tussen een winkelcentrum en de Graafseweg in. Ongelooflijk mooi gemaakt. Met veel enthousiasme en passie wordt dat gemaakt. Nou, zo zijn er meer plekken in de stad waar natuur en moestuinen voorkomen. Maar wij hebben dus kinderen daar bezig kunnen houden. In de zomer. En kinderen, dus kwetsbare kinderen zelfs, die niet
waarvoor het niet mogelijk was om die school te volgen. Ja, ja. Ik ben wel eventjes benieuwd, de kijkers thuis, via de chat is het al even voorbij gekomen. Je kan vragen en opmerkingen plaatsen. Ik heb sowieso even een vraag voor jullie. Wat voor initiatieven nemen jullie zelf om de stadsnatuur eigenlijk te laten floreren? Zo zou ik het willen zeggen. Organiseer je opruimacties of guerrilla gardening? Of, ik ben heel benieuwd. Ik zou het leuk vinden als jullie in de chat willen reageren. Ik begrijp ook dat er inmiddels een vraag is binnengekomen. Francine die zit achter de chat. Francine. Ja, zeker. Nou, om te beginnen is een heel mooi compliment binnengekomen. Het was weer prachtig, geraakt door toen de lente begon, zegt Ingrid. Dus dat is leuk om mee te starten. En er is ook een vraag binnengekomen van Angela. Zij zegt, heb je tijdens het maken van deze documentaire nog nieuwe dingen ontdekt over stadsnatuur? Wat heb je er zelf uitgehaald? Dat is een goede vraag. Wat ik er zelf uitgehaald heb, is dat ik het nog meer ben gaan waarderen. Mijn eigen omgeving. En er waren ook bepaalde dingen die ik zelf eigenlijk door de jaren heen nooit echt gezien had. En die mij opeens opvielen. Bijvoorbeeld het riet langs het water, hoe dat verandert. Ik loop daar vaak. Ik ga er ook hardlopen en ik fiets er. Dus maar wil je ons daar zo'n beetje meenemen hoe het riet verandert? Of wat zag je dan? Nou ja, gewoon van groen, hoe het dan verdort. En je hebt ook dat riet met van die pluimen eraan. Jij weet vast hoe het heet, maar ik weet niet wat de naam daarvan is. De blue eyes natuurlijk, ja. Ja, hoe dat verandert, hoe je dat, soms gewoon van de ene week op de andere week, hoe je daar gewoon verschil in ziet. En dat ook omdat ik het natuurlijk... omdat ik steeds bezig was met mijn film, van ik wilde zoveel mogelijk dingen in beeld brengen, dan ga je ook veel gedetailleerder kijken. Dus door de film te maken, ging ik ook steeds meer de details zien. Ja. En dat is iets wat, de film is nu natuurlijk af, wat ik niet meer afleer. Dat, als ik er nu loop, dan kijk ik ook nog steeds zo gedetailleerd eigenlijk. Hm. Ja. Ik kan me voorstellen dat jij ook heel gedetailleerd naar de natuur kijkt. Dat wel. En ik vind het ook fijn dat ik daarbij geholpen word door ook anderen. Mm-hmm. Want als wij publiek of kinderen rondleiden, gaan we altijd van tevoren. Gaan we in het gebied rondlopen. En dan helpen we elkaar om de informatie over de natuur te delen. En dan heeft iedereen daarna zijn eigen verhaal als hij met het publiek of met de kinderen dan bezig is. Maar inderdaad, het leren kijken. En het leren observeren. Wat vind je? En kun je dat met de knieën op de grond en met de handen voetend in de modder, kun je dat ook overbrengen aan mensen? Mm. Natuur beleven is belangrijker dan een uur tegen mensen omhoog te praten. Dus wij proberen toch zoveel mogelijk mensen interactief te betrekken. En dat is dus echt letterlijk met je handen in de modder. Precies. Dus kunnen volwassenen vaak nog heel veel leren van de kinderen, hoe je dat best kunt doen. Dus ik heb gelukkig zelf ook veel geleerd van de kinderen. Ik heb het zelf vroeger natuurlijk gedaan, maar nu dat je dan ook probeert iets over te brengen. Dat hebben wij met die zomerschool natuurlijk ook gedaan. Dat je probeert kinderen toch ook iets educatiefs mee te geven. Hè, van wat is dat nou, dat insect? En wat doet die een insect? Een bootsmannetje ziet er, omdat hij op zijn rug zwemt, ziet hij er donker uit. Ja, waarom is dat? Nou, dat gaan we vertellen. Proberen hun te laten ontdekken. En die roeit maar verder in het water. En als hij omkeert, is die wit. Dus eigenlijk om te voorkomen dat die reiger hem opeet. Dus ja, daarom is hij zwart van boven. En wat is naar jouw idee zo belangrijk aan deze educatie? Het is gewoon educatie. Ja, dus educatie. Ja. Dat kinderen zo snel mogelijk of zo vroeg mogelijk bezig zijn in de natuur. En ook publiek zoveel mogelijk in de natuur de waarde en de liefde voor de natuur meekrijgt. Dan verandert waarschijnlijk ook waar we even dat droeftoeteren. Wat we hadden over de plastic, daar verandert dan misschien ook. Dus dat mensen toch meer gemotiveerd zijn om
de waarde en de, hè, en rekening te houden. Want wat jij zelf hebt meegemaakt, ja, dat merk je vaak bij mensen ook. Dat ze ja, begeesterd zijn door gaan observeren en steeds meer zien. Dat ja, steeds meer waarnemen. En het is fijn om ze daarbij te helpen. Ja. Want waarom vind je dat zo belangrijk om mensen echt de waarde in te laten zien, zeg je eigenlijk? Nou ja, als je het hebt over duurzaam, dan heb je het over de kringloop, heb je het over de samenhang tussen natuur, over wat we eten, hoe de planeet in elkaar zit, over dat die samenhang zoeken, lijkt mij heel belangrijk voor iedereen. Zeker want op deze aarde. Vind je dat we nu een beetje te ver weg zijn geraakt van de natuur? Nou ja, dit tijdperk, dit digitale tijdperk, houdt mensen wel veel achter dat ding. Ja. En terwijl er, als je dat ding even laat, zoveel prachtige elementen in je eigen omgeving te vinden zijn. Direct bij huis of je hoeft hier maar buiten de muren van de stad te zijn en je bent in het Bossenbroek. En als je goed kijkt, dan zie je heel veel. Als je publiek meeneemt, die zeggen dan ook, als de excursie gedaan is, van ja, anders zou ik alleen maar erin gewandeld hebben. En nu weet ik er veel meer van. Nu heb ik er veel van meegekregen. En ik heb ook veel gedaan in die natuur. Ja, dat is wat we proberen zoveel mogelijk met onze werkgroepen, themagroepen te doen. Gidsen, ja. Door de corona zijn mensen natuurlijk ook al meer de natuur ingegaan. En juist klopt, omdat het zo lang doorgaat nog steeds. Als je vaker gaat de natuur in en als je dan ook nog hetzelfde rondje loopt, dan ga je natuurlijk ook meer zien. Ja. Als je het elke dag doet of een aantal keer achter elkaar, dan zie je meer dan dat je af en toe een keertje gaat. Ja. Omdat je dan de natuur ziet veranderen in de tijd ook, kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Of doe je ook nog ergens anders op? Nee, omdat je... De lockdown was in maart, geloof ik, dat die begon. Nou ja, dat is natuurlijk ook al zo'n ommekeer in de natuur. In de natuur, zeker. En dat ik denk dat heel veel mensen dat ook echt wel ervaren hebben. Omdat je kon ook niet veel anders doen. Dus mensen gingen ook vaak dan maar even een wandeling maken. Ja, precies. Even de natuur in. En als je dan elke dag dezelfde route loopt. Ja, ik heb van verschillende mensen gehoord dat ze opeens ook veel meer gingen zien. Mm-hmm. Juist omdat je toch ook met andere dingen bezig bent. Ook in je hoofd, denk ik, hè, door de corona. En dat je dan op andere dingen let. En andere dingen worden belangrijker. De natuur wordt belangrijker. De mensen om je heen worden belangrijk. Je gaat opeens gewoon over andere dingen nadenken. Ja. Ja, precies. Nou ja, je kunt de brug slaan naar... Je ziet de natuur direct in je omgeving. Bij huis. Maar ook naar... We hebben hier prachtige parels. Het Vlijmisch Ven. Onlangs is dat, nou ja, een jaar of 8 geleden is dat enorm veranderd, omdat dat hoogwaterberging gebied is geworden. Nou, ik ben daar dit voorjaar verschillende keren geweest. Als je ziet hoeveel, daar groeien op een vierkante meter 50 verschillende soorten planten. Op het Ajax-gras is er maar eentje, dat is Engels raaigras. Maar planten, orchideeën en vlinders. Dat is, moet je wat van leren zien. In de moerput is er een vlinder, daar zit een hele biologische reeks in. Dat is de enige plek in West-Europa. Dat komt daar voor. En daar lopen heel veel mensen langs. Ja. En die zien dat niet. Het pimpernelblauwtje, toch? Pimpernelblauwtje, ja. Ja. Ja, dat klopt. Jij vertelde dat de enige plek in... In Polen. Komt het pimpernelblauwtje voor. Dat is super bijzonder. Ja, dat klopt. Ja. En je had net het over een hoogwaterberging. Mm-hmm. En ik kan me voorstellen dat de mensen thuis denken... Ik heb nog nooit van hoogwaterberging gehoord. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, zeker. In 1995 was er een metafoor te vinden op het Brabants Dagblad. Mm-hmm. Een surfplank op de A2. Het was overstroomd. Bij Bossenbroek. Was overstroomd. Dat heeft het nieuwste wiel van Nederland doen ontstaan. Een kolkende massa water die tot 30 meter diep achter een dijk
een prachtig natuurgebied onder water liet lopen. Om dat te voorkomen, de mensen moesten geëvacueerd worden uit Bommelerwaard toen. Om dat te voorkomen is er in het land veel meer waterberging nodig. Want we hebben vanwege de ruilverkaveling, vanwege de landbouw hebben we alle... En vanwege de scheepvaart hebben we rivieren allemaal recht gemaakt. Kanalen recht gemaakt. Waar blijft het water? Zo snel mogelijk het land uit. Maar we moeten langer het water in het land houden. Zeker als het zo gigantisch omhoog komt vanuit de smeltende massa's vanuit Duitsland en Zwitserland. Dus Den Bosch is een plek waar dat met vereende kracht, want er is echt flink gepolderd tussen allerlei organisaties, om... Er zijn vrachtwagens 17 keer de aarde rondgereden om stukken van dat gebied af te plakken. En ook dijklichamen aan te brengen waar tussen dat water naar een andere plek in de Maas kan 10 dagen later kan aflopen. Als er hoog water ontstaat. Nou, dat is een geweldig project geweest met vereende kracht. En de natuur heeft daar enorm bij gewonnen. Omdat kenners, Vlinderstichting met name, want de moeder van Pimpernelblauwtje is iemand van de Vlinderstichting, die heeft toch Staatsbosbeheer op een andere gedachte gebracht. Want die gingen op het verkeerde moment het gebied maaien. En in 1995 mocht zij een deel van de Pimpernelblauwtjes toch herintroduceren. En dat is een, maar goed, dat voert te ver om dat helemaal te vertellen over een Pimpernelblauwtje. Dat is een heel biologisch gebeuren, hoe dat diertje kan, insect kan leven. Gaaf. Dus. Ja, je zegt net al van de natuur, die is er heel erg mee geholpen, maar volgens mij zeg je ook, wij mensen, inwoners van Den Bosch, zijn er enorm mee geholpen, want overstromingen en dat soort dingen, dat willen we natuurlijk ook voorkomen. Klopt. Dus het is een win-win echt in die zin. Absoluut, dat is op die manier wel geworden, want ook een aantal boeren moesten worden verplaatst, want die dijken kwamen eigenlijk op hun erf te liggen of voorbij hun erf. Die hebben er ook aan meegewerkt. In de Vughtse gemeent is geen autobaan gekomen, geen cement in de gemeent. Dat is al een besluit van eerder. Maar in dat gebied is heel veel van dit hoogwaterbergen georganiseerd nu. En dus dat is... een samenwerking met de waterschap en Brabants landschap en natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en natuurlijk ook de gemeentes. Die hebben daar een intensieve rol in gespeeld. Waardoor er ook aandacht bleef voor dat Pimpernelblauwtje, want anders overstroomt dat gebied. En ja, moeten we dat niet beter beschermen, want we hebben de opdracht van Europa om dat te beschermen. Dat hebben we met elkaar afgesproken in Europa. Ja. En zo zijn er een aantal plekken, Bossenbroek, nou ja, er zijn een aantal plekken waar bijzondere waardes van de natuur hier voorkomen. En het is leuk om mensen daar ook mee naartoe te nemen. Ja. Naast het feit dat we hier in de stad ook diverse keren excursies organiseren. Ja. Ik wil nog heel eventjes inhaken, want dat vind ik gewoon een heel belangrijk onderwerp. Want dan heb je het eigenlijk naast biodiversiteit ook over klimaatadaptatie. Het klimaat verandert, we moeten ons daarop aan gaan aanpassen. Misschien heb jij ook wel tips voor mensen thuis. En dan is het misschien ook wel een soort stadsnatuur te noemen, weet ik niet. Maar tuinen, geveltuintjes, dat soort dingen. Heb jij tips hoe we ons aan gaan passen aan die klimaatveranderingen, zodat we er zelf zo min mogelijk last van hebben. Dus wat de tuinen betreft sowieso al proberen het water wat er valt zo lang mogelijk in je tuin te houden. Want waarom met is dat belangrijk? Met regenvaten of, wat blief? Waarom is dat belangrijk? Nou, omdat het water snel afvoeren, wat ik net beschreef, het water moet langer blijven, omdat ja, de ondergrond die heeft dus heel veel vocht nodig, verdroog je heel snel, dan droogt alles ook, dat heb je dit jaar helemaal gemerkt, het was natuurlijk een heel droog jaar. Ja. En we hebben al 3 jaren achter elkaar heel droog seizoen, dus het is ook belangrijk om in je stad toch veel meer de versteende straten
en tuinen om daar zoveel mogelijk veranderingen aan te brengen. Mensen te stimuleren om dat in hun eigen tuin ook te doen. Terwijl je juist tegenovergestelde vaak ziet dat ze hun oprijlanen met grind en met stenen en ja. Lekker praktisch. Lekker makkelijk. Ik hoef geen tuin bij te houden. Maar is het dan ook bijvoorbeeld handig om een regenpijp af te zagen of zo? Want anders verdwijnt dat water allemaal het riool in. Nou ja, dus die regenpijp afzagen en daar een vat onder. Ja, precies. En dat vat, daar kun je aan tappen om je tuin water te geven. En je bloemen en planten in huis. Ja. Nou ja, dat is maar een simpel voorbeeld. Er zijn veel meer voorbeelden te geven. Die graafsakker die ik er straks noemde, die maakt daar juist handig gebruik van. Die hebben ook een vijver waar water verzameld wordt. De Bosveldtuin doet dat ook. Dat hebben mensen al over nagedacht. Mm. Een project in Bosveld van bewoners wat ze zelf hebben gecreëerd met elkaar. Dat is een langdurig proces geweest. Dat laat het rioolwater wat zij produceren, laat dat ook in een helofietenfilter. Dus met natuurlijke materialen zoveel mogelijk zuiveren. En dan wordt het weer hergebruikt. Nou, dat is allemaal dicht bij huis. Dat zijn manieren om toch veel met ook afvalwater te doen. Mooi, ja. Wil jij hierop reageren ook nog? Misschien heb jij... Nou ja, ik vind wel... Ik had het eerder gehoord, hoor. Dat vooral in steden dat er heel veel... In tuinen dat mensen heel veel tegels leggen en steen. En dat het juist goed is om dat eruit te halen. Of in ieder geval een deel eruit te halen. En daar dan planten neer te zetten. Ja. Dus dat vind ik een hele goede tip. Want heel veel mensen weten het ook niet. Nee. Precies. Nee. Ik ben even benieuwd of er nog vragen of reacties zijn. Jazeker. Ja, jullie hadden het leuk over dingen die je zelf kan doen. Voor het klimaat en voor de natuur. Maar op terugkomend op dat de natuur eigenlijk al start als je je deur uitloopt. Zegt Nico, mooi documentaire. Een prachtige uitnodiging om stil te staan bij gewone natuur. Mm. En ook een van jouw buurtgenoten kijkt mee en zegt een prachtig monument voor een mooi stukje van onze buurt. Dus dat is leuk om te horen. Maar nou is mijn vraag eigenlijk de gewone natuur. Heb je een praktische tip hoe je naar buiten loopt en dan ook die details meer kan gaan zien? Kan je daar... Je loopt er een paar keer en dan zie je weer andere dingen. Maar ja, hoe ga je die details eigenlijk in het oog krijgen? Nou ja, het begint natuurlijk met kijken. Hè? Ik denk als je het zou toepassen zoals ik het eigenlijk met mijn film ook gedaan heb, dan zou je, dan hoef je niet te gaan filmen, maar je zou bijvoorbeeld wel, als je elke dag gaat wandelen of een paar keer per week, als je dan hetzelfde stukje loopt, dat je dan bijvoorbeeld telkens als je loopt een foto maakt van iets wat je tegenkomt. En ik denk als je dat doet, dan ga je ook al focussen op details. Ja. Maar het is voor iedereen denk ik verschillend op wat voor manier je echt op de details gaat letten in de natuur. Kijk, er zijn ook mensen, een vriendin van mij bijvoorbeeld, als ik daarmee ga wandelen, die weet de namen van alle vogels en de bomen en zo. Ja, ik weet dat niet. En u weet het waarschijnlijk allemaal wel. Nou, niet allemaal. Ik ben niet zo'n detailist. Ik ben niet zo'n kenner daarin. Ik vind het alleen mooi. Ik vind het gewoon mooi om te kijken. Ik zie de verschillen wel, of steeds meer. Mm-hmm. Maar dan weet ik de namen daar nog niet bij. En dat hoeft van mij ook niet altijd. Nee, van mij ook niet hoor. Maar het gaat natuurlijk gewoon om kijken. Ja, en hoe doe je dat? Precies. Ja, misschien door af en toe een foto te maken. En dan ben je er ook al meer mee bezig. Of ga met andere mensen wandelen. Ja, wat ik ook nog een leuke toevoeging vind, wat ik zelf heel leuk vind, is wildpluk wandelen. Dus er is zoveel in de natuur te vinden, ook in de stad, wat je gewoon kan eten. Maar daar ga je ook weer ineens op een hele andere manier naar natuur kijken. En dat is ook beleving natuurlijk gewoon. Je brandnetelsoep. Hè? Ja. Dus, Iedereen ervaart brandnetels als een soort van... Ja. Een heks of zo. Een heks. Ja, daar kan je heerlijke soep van maken. Ja, ik vind heel... Je kunt de blaadjes makkelijk plukken als je ze van onderen benadert. Dus, dat is nog een goede tip. Ja, van onderen, want dan prikken ze niet. Nee. Ja. Ik weet nog dat Frans, de man die bramen plukt in de film,
Die zei na het filmen, zei die tegen mij van kom mee. En hij liep weer naar een andere plek, ook bij mij vlak in de buurt, waar er dus hazelnotenbomen stonden. En om die daar te gaan plukken. En dat heb ik een aantal keren gedaan. En ook naar walnoten. Hij zoekt alles in de buurt en dan neemt hij mij mee en dan laat hij zien wat er allemaal te plukken is. En, ja. Dus wat Hans is ook zo'n, zo heet hij toch, hè? Frans, ja. Sorry. Dat is ook zo'n ambassadeur. Ja. Zo hebben we er hier heel veel. En die zijn er in iedere stad wel te vinden. Want mm-hmm. zoals jij ook dan zo'n IVN-gids hebt gevraagd om in jouw omgeving een wandeling te doen. Nou ja, dat is natuurlijk fantastisch dat er zulke enthousiaste mensen zijn, gepassioneerd voor de natuur, voor kinderen, voor het overbrengen van wat natuur voor waarde heeft. Dat is wat je aan elkaar te bieden hebt. En wat je dus aan de mensen in de stad te bieden hebt. En ook hoopt dat er veel jongeren meer met natuur bezig gaan zijn. Ja, ja. Op tijd beginnen met kinderen ook goed. Wat we doen. En dan, ja, dat wat ik zei er straks, van met zo'n schepnetje. Of planten plukken of in een eierdoosje kinderen allerlei verschillende blaadjes laten zoeken. Ja, daar begint het feest mee. Ja. Ja. Dat. Wat ik er heel erg uithaal, ook voor de volwassenen die kijken. Kijk wat er bij jou past. Hè. Of het foto's maken is, of het wildstuk wandelen is, of het tuinieren is. Of dat het meedoen met een wandeling of misschien zelfs wel een cursus van IVN is. Mm-hmm. Maar om meer van de natuur te leren eigenlijk, om daar meer betrokken bij te zijn en ook de waarde van natuur daardoor in te zien. En ik denk, dat wat jij ook al eerder noemde, dat het ambassadeurschap daarin heel erg belangrijk is. Precies, ja. Ja. We moeten afsluiten. Ik weet niet of Francie nog... Nog één laatste vraag. Is er nog een brandende vraag? Ja, staat er nog een nieuwe documentaire op de planning? Een nieuw stukje natuur wat er in beeld gebracht gaat worden? Of andere leuke plannen? Ik ben bezig met een documentaire over een Utrechtse fotograaf. Die onder andere naar Venetië gaat om daar oude ambachten te fotograferen die aan het verdwijnen zijn. Daar ben ik mee bezig. En verder... Zit er van alles in mijn hoofd, maar dat moet nog even gisten. En dan kom ik vast wel weer met nieuwe ideeën. Ja. Leuk, dankjewel. Wat ik volgens mij nog niet heb gezegd en waar ik je nog mee wil feliciteren, is dat deze documentaire genomineerd is in het Ontario International Film Festival. Hartstikke gaaf. De Engelse versie, ja. De Engelse versie, ja. En terecht, ja, leuk. Dankjewel. Ton, ja, ik wil jou vragen om af te sluiten met de beste tip die jij hebt eigenlijk om de bossen naar natuur te laten beleven. Dat lijkt me een mooie. De beste tip? Ga maar mee. Vleermuizen. We hebben pas nog vleermuizen bekeken. En een heleboel mensen hebben schrik van vleermuizen. We zijn bij de Casinotuin. Boven de binnen die ze zijn gaan staan, hebben we met een paar gidsen en mensen voorbijkomend hebben we iets over vleermuizen verteld. Hoeft maar 5 minuten te duren, maar ja, het gepiep op je beddetector. En dan het zien vliegen van die vleermuizen is gewoon een geweldige beleving. En die zijn ook ontzettend belangrijk, omdat ze per dag muggen de helft van hun lichaamsgewicht. Kijk, dus dat hebben we nodig. We hebben last van muggen. Maar precies. Ja, en die zitten allemaal onder die vleermuizen huizen, onder die prachtige bruggen die we hier hebben. Ah. Nou ja, ik noem maar een voorbeeld. En daar komen dan mensen, die lopen daar langs omdat ze naar de parkeerterrein van het Vonk en Vlamtrein moeten. Dus gewoon publiek, loopt daar langs. Ja. Moet hun auto gaan ophalen. Ja, dat is toch gaaf om te weten dat in je eigen stad plaatsvindt. Precies. Super, ja. Nou, mij heb je in ieder geval heel erg overtuigd. Dank je wel. Ook heel erg bedankt voor jouw bijdrage en jouw aanwezigheid. Graag gedaan. En voor de mensen thuis ook heel erg bedankt voor het kijken. Ik vond het super interessant. Ga vooral naar de website van het IVN om ook al die wandelingen en...
cursussen en workshops te vinden waren. Ton het onder andere over had. We gaan afsluiten hier en veel plezier met de rest van het programma.